Simon, deze is elektrisch. Dit is een e-tron. Even je bek houden, oké? Okay. Ja, maar hij is elektrisch. Nieuws. We gaan zo een wijk inlopen. En de eerste, de beste SUV die... daarvan ga ik de band leeg laten lopen. Ik laat een flyer achter en dan gaan we hetzelfde trucje weer herhalen. Bij hoeveel auto's ga je de banden leeg laten lopen? Dat is even de vraag. Ik zou zeggen, laten we het op 20 houden. Misschien meer, minder. Ja, weet je wat de gevolgen en de consequenties daarvan zijn? Dat mensen even tijdelijk niet kunnen rijden. En zullen moeten nadenken over waarom. Ja, want SUV's vind jij te uitstootgevend? Ja, dat vind ik niet alleen. Dat is ook algemeen bekend. Het is de op één na grootste oorzaak van de toename van CO2. Mede ook omdat ze zo populair worden. Auto's worden steeds groter. En daar is natuurlijk de auto-industrie heel erg bij gebaat. Maar dat kunnen we met klimaatverandering niet hebben. We gaan naar een gebied waar heel veel rijke mensen wonen. Ja, in ieder geval meer dan gemiddeld. Ja. En daar gaan we die banden eigenlijk gewoon leeg laten lopen. Dat kan die mensen tot wel €500 kosten. Ja, dat is heel jammer. Maar we zullen... De populariteit van SUV's zal naar beneden moeten, want het kan niet. Waar gaat het heen met de klimaatdemonstraties en de acties? Waar gaat het heen? Dat is inderdaad een hele goede vraag. Want we zien wel een klein beetje actie, maar de grote oorzaken worden nog steeds niet aangepakt. En die ga je nu bij de kleine man halen, hier in dit dorp waar we nu zijn? Nee, dat is... Wachten we... Zo, waar zijn de... Rijken. Moeten we. Daar. Oké, top. Zullen we afspreken dat we de 19 doen? Dan heb ik toch het idee dat ik ook nog wat heb kunnen doen voor deze mensen hier. Kan dat? Nou, akkoord. Kijk, grote motorkap. Grote motorkap. Ja, dat is geen SUV. Maar kom op, dat is ongelooflijk vervuilend. Simon, dat is gewoon een plezierauto. Een pleziersportauto. Nou ja. Simon. Ja, maar kijk nou. Nou ja, kom op, Simon. Oké, even één ding duidelijk. Stil, heel zacht praten als dat nodig is. Anders is de deal af, oké? Kijk nou. Kijk, daar gaan ze. Let's go. Die gooi je er toch ook in één keer vanaf? Dat zie je toch niet duidelijk? Wat hier staat, Simon? Prima. Die band laten leeglopen. Voelt het een beetje als een opluchting? Zeker. Nou, fijn voor jou dan. Het is toch huisvredebreuk? Simon. Dit is al de derde. Maar dit is niet. Nou ja. Simon, deze is elektrisch. Dit is een e-tron. Even je bek houden, oké? Ja, maar hij is elektrisch. Simon, je doet een elektrische auto. Simon. Ik heb een beetje het idee dat we auto's aan het slopen zijn van mensen die juist constructief nadenken. Nieuwe auto's die minder uitstoten, ook nog eens vaak elektrisch. Elektrisch. Ik heb een beetje het idee dat we mensen gewoon een loer draaien die juist hun best doen voor het klimaat. Simon. Luister nou even. Dit is een elektrische auto. Hierboven zijn zonnepanelen. Simon. Hier zijn zonnepanelen boven. Simon, dit is een MPV. Dit is geen SUV. Simon, dit is gewoon geen SUV. Kijk nou, dit is gewoon geen SUV. Dit is niet eens
niet wat erop lijkt. Het is een MPV. Wie kan dit nou lezen? Wie kan dit nou lezen? Let op. Ga je mensen er toch zo vanaf? Simon, kijk nou. Hij zit in de lader. Het gaat echt. Simon, kom op nou. Dit is toch hartstikke flauw voor deze mensen. Hij zit in de lader. Hij laat op. Van harte gefeliciteerd. Klein stukje. Ja, gefeliciteerd. Wat heb je nog in? Dat zijn linzen. Kijk, dat gaat er dus in. Nou, gefeliciteerd met de 19 auto's die je hebt weten te, de lucht er hebt weten uit te houden. Hoe voel je nou zo'n... Een beetje gespannen. Ja, je hebt ook natuurlijk MPV's gedaan. Of een volgens mij, voor zover ik weet niet. Dat was zelfs een coupé die je hebt gedaan. Dat stond helemaal niet eens op je lijstje. Dat had nergens iets mee te maken. Oké, dan stel dat ik een fout heb gemaakt. Zoek het vooral op hoor, maar... Dus ik heb het opgezocht. Dan ben ik een mens, maar... Ja, dan heb je gewoon zomaar een willekeurige andere auto buiten je actie leeg laten lopen. Dat kost dan spijt het mij, maar... Het gaat voor het grote goed. Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. Klik. 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 Klik.